ezel en ook voor de os. Jenny ging terug naar de keuken om de reizigers te bedienen en om takken op het vuur te gooien. Toen kwamen er nog twee reizigers aan de deur, een man en een vrouw. Heb je nog plaats? Nee, ik ga weg. Geen plaats meer voor die man en die vrouw? En dat in de kou? Nee, ik kom met me mee. Kom maar mee, ik weet nog wel een plekje. De os en de ezel gaan wel wat opzij, dan kunnen jullie hier ook nog bij. En zo gebeurde het. Toen was er plaats genoeg voor de ezel en de os. En ook voor de man en de vrouw. Jenny ging weer aan het werk, tot alles er piek fijn uitzag. En ze haast omviel van de slaap. Maar toch schamden ze nog gauw wat brood en wijn bij elkaar. En een paar gebakken vissen en sloop er stilletjes mee naar de stal. Kom maar naar bij, Jenny. Er is toch geen plaats meer, zei Jenny. Ach, wat een kleintje als jij kan er nog wel bij. Toen was er plaats voor de ezel en de os, de man en de vrouw. En er was ook plaats voor jullie en er kon er nog één bij. Een heel klein kindje, pas geboren. Jezus. Er verscheen een licht en er kwamen engelen zingen in koren. Er is een kindje geboren in Er kwamen drie koningen van heel ver.